Dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Spyro. Jullie hadden de vorige video gelijk met meer dan 100 likes, waardoor ik dus een nieuwe video moest uploaden eigenlijk van jullie. En daardoor gaan we verder met het avontuur. We weten niet hoe ver we komen, ligt eraan de likes die jullie geven. We hebben in ieder geval één ei, één zo'n rots en één zo'n diamant. En ik weet dat er ergens nog zo'n diamant zit, of een rots die we moeten vernietigen. Dus daar gaan we naartoe en dat is bij dat meisje wat mij te huwelijk vroeg. Maar ja, I don't give a shit. We gaan gewoon... Even kijken hoor. Oh, dat is niet goed. Wacht even. En... Yeah! En waardoor nu de brug wordt gerepareerd. En deze lelijke boomstam wordt verwijderd. Maar ik weet nog één ding trouwens. Daar zit een doos. En die moet geopend worden met vuurwerk. Dat weten jullie. En dat mandje ben ik ook vergeten kapot te maken. Maar ik moet nog een lockpick halen. En waarom? Weten jullie nog bij de vorige video dat ik dat schatkistje niet had geopend? Nee, dat weten we niet meer. Nou, dat geeft niet. Ik heb het in ieder geval niet vergeten. Waardoor we dus nu een extra lockpick gaan halen. En die is hier in die shop te vinden. Oh, daar ben je, Spyro. Geef me geld en ik geef jou sleutels. Mooie deal. En het einde van de hele serie van de game, dan kan je ze reet in brand steken. En dan krijg je al die coins weer terug. Dat was in ieder geval wel bij Spyro the Dragon deel 3 voor de PlayStation 1. Dat is wel een tijdje terug dat die uitkwam. Ik geloof in 1998 of in 2000, nog wat, ik weet het niet meer. In ieder geval, dit is de doos. En die maken we open met dat lockpick ding. Yeah, twee eieren. Ik kan bijna een grote omelet maken. Maar ze zijn helemaal niet voor om in de pan te gooien natuurlijk. Je moet ze verzamelen, want drakeneieren zijn dan weer heilig in het drakenuniversum. En ik weet niet waar we naartoe gaan. Ik denk dat we toch richting die brug moeten gaan. Omdat we daar dus... die brug gerepareerd. Hallo, engel. Of Tinkerbell was het, hè. We noemen daar Tinkerbell. En misschien heeft dat meisje nog wat te zeggen, want ik heb haar gered van die gemene rots. Don't take that bridge to the swamp, Spyro. If you do, I might never see you again. Oh, ze zegt, neem die brug niet naar de overkant, want dan ga ik je misschien niet zien. Nooit meer terugzien, want het is de brug naar de swamp, dus naar het moeras. Dus wat gaan we doen? We gaan naar die kant. Naar die plek toe. We gaan naar het moeras toe. Maar nog even één ding ben ik vergeten. Ik ben echt één ding vergeten. En dat is nog een bepaalde plek zoeken. Waar ik ook nog heen kan. Even die gems oppakken. Wel over de 2000 gems al. Nog meer zelfs. Het is echt wel een spel dat je heen en weer laat lopen. Ik heb net weer een lockpick gehaald. Omdat ik weer een kistje vond hierboven. Waar kunnen we nu ook naartoe gaan. En zit daar weer een eitje in. Dat is wel even spannend. Een gem. Juist. Mooi. We hebben nu 2 gems. Van de 80 of zo. Ik weet niet of we kunnen er te veel halen. En we kunnen ook hier naar binnen. Even kijken wat we hier kunnen halen. Of we nog een secret hebben. Er zit wel een groot monster hier. En die gaan we even slaan. Huppakee. Op deze manier kan je die doden. En we komen bij een plekje aan met een... Het lijkt op een puzzeltje. In ieder geval Hunter kan hier wat doen met... Oh, ik kan een knop indrukken. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik kan hierop. Is dat de bedoeling? Ik denk het wel. Oh, we gaan weer terug. Dat is niet de bedoeling. Zo. We kunnen daar naartoe. Laten we deze gem eens even kapot maken. Hoppakee. En daardoor kunnen wij een ei pakken die hier verborgen zat in het huisje. En ze hebben echt heel leuk gedaan. Is dat ook hier gelijk het gras en de bloemetjes beginnen te bloeien waar wij het hebben schoongemaakt. Ik zie Sergeant Bird daar wel staan. En wat wil Sergeant Bird? Volgens mij is dat een extern level om met zijn karakter te kunnen spelen. Ik ga eens even naar hem toe. Sergeant Bird. Nou... Hier nog deze tonnetjes kapot maken. Zo. Wat wil jij, meneer Bird? Hoi, Spyro! Sorry, chap, but only birds and Air Force pilots can get up there. And I happen to be both of those things. Right, shall I take on this flying challenge? Ik wil wel die vliegchallenge doen. Ik ben heel benieuwd, want Sergeant Pepper... Oh shit, dit gaat op tijd. Oh, dit is vervelend. Besturing, wat ik niet leuk vind. Wat moeten wij in vredesnaam doen? Oh, we moeten gaan schieten op doelen. Oh, wat een... deze besturing, dames en heren. Oh, dit is vreselijk. Oh, wat een vreselijke besturing. Zeg maar... Ja, het gaat goed. Oh, oké, we hebben alle... Moeten we die dingen ook oppakken? Die tonnetjes? Oh nee.
Oh, jongens en meisjes, je moet het allemaal goed doen. Wat chaotisch. Ik moet het allemaal in één keer halen, dat weet jullie, hè? Oh, hij raakt me. Kom op. Ga dood. Hoe lang hebben we nog de tijd? We hebben nog 2 minuten de tijd om dit level te halen. Ik ben erg benieuwd of ik dit wel überhaupt ga halen. Zo. Nou, de ring hebben we gehaald. We hebben de aardappels al gehaald. Wat moeten we nog meer halen dan? Oh, die doelen. Oh, daar nog een doel, zag je hem? Kom op, kom op, kom op. Yes. Dit moeten we halen, joh. Dit moeten we zeker halen. Dit is toch niet zo heel moeilijk, denk ik. Oké, hoop ik. Wat moeten we hier halen? Oh, die doelen. Oh, nog. Oh jee, nog 1. Oh, daar zit hij. Mooi. Wat moeten we nou meer halen dan? Help. Wat moeten we... Oh, die monsters moeten nog doodschieten. 1 monster nog zit hij ergens. Waar zit dat graftakmonster? Zit hij niet hierachter? Ik zag wel iets bewegen daar. Ja, kijk eens. Daar zit meneer graftak. Alsjeblieft. En we hebben alles gehaald. Nou, het ging toch best wel goed op zich. Ik had zoiets van, het gaat niet helemaal goed komen, maar... Ik heb het wel in 1 keer gehaald, level. Daar ben ik wel blij om. Well, here you go, Spyro. All I got you was this ridiculous dragon egg. Hij doet altijd dat draken daar voor zichzelf. Terwijl ik met bloed, zweet en tranen naar zoek. Another go. See if I can win you something decent. Like a light gem, for example. Ik heb er helemaal geen zin om dat te doen. Ik sluit gewoon dit af zo. Ik hoef niet die vent te helpen, die Sergeant Bird, voor een light gem. Laat je mag lekker op een plek steken waar de zon niet schijnt. Ik vind het allemaal helemaal goed. En wij gaan gewoon door met het spel. Ik zie daar nog iets gloeien daar. Hoe komen we daar boven? Deze jump halen we denk ik never nooit. Nee, oh. Misschien op een andere manier. Misschien moet ik deze knop ingedrukt houden. Laten we even wat proberen. Oh, nou, dat was niet de knop die ik moet indrukken ervoor. Dat was die knop. Laten we eens proberen. Wat gaat er doen? Wat gaat er gebeuren? Ik ga daarheen, dan gaan we daarheen. Ja. Oh, nee, het gaat op tijd. Het gaat op tijd, kom op. Yes, we hebben het gehaald. Altijd spannend. 3 gems. Nou, raad eens waar die heen gaat. Het was te verwachten. Oh ja, alles gepakt. Mooi zo. Nou, dit hebben we allemaal opgezocht en is hier nog wat... Jee, we kunnen daar wel breken. Halleluja, geheime secrets. Wat hebben we hier nog allemaal? Een ei! Oh, wat is dat er weer? Een troll, een ork. Oh, shit. Vervelende monsters krijgen we nu weer. Oh, shit. Het gaat wat worden. We hebben een drakenei. En dat is belangrijk, want we hebben er alweer 5 gevonden. Nou, dat gaat best wel hard. In aflevering 2 zijn we nu al van zoveel drakeneieren. Oh, shit. Nee! Opzout jij. Ik hoor nog wat. Ik hoor iets. Oh, hier binnen zat het. En we komen uit bij de professor. Spyro, you found the secret entrance to my lab. Nou... I'm busy right now, so let me show you the not-so-secret exit. Oké, prima. Het is het geheime laboratorium van de professor. Die hebben we nu geopend en dat is helemaal goed. Want nu kunnen wij namelijk... ik haal nog even een lockpick. Voor het geval dat dadelijk een iets is wat we moeten openen nog. En dan heb ik het over een schat of zo, of een deur. Dus het kan altijd van pas komen. We hebben genoeg diamanten. Dus we gaan eens kijken, een lockpick. Feel free to browse my... En zei ik het niet, daar is alweer waar ik hem voor nodig had, die lockpick. Ik moet eigenlijk nu wel een nieuwe weer halen, maar dat doe ik niet. Ja, moet misschien wel, maar... Nee, ik heb geen zin om weer terug te lopen. Kunnen we net zo goed een marathon game gaan spelen. In ieder geval, we gaan nu richting het moeras, een nieuw gedeelte. En de map wordt nu wat uitgebreider. Hier kunnen wij de map zien, out of scanning. Ik kan niet eens wat zien, omdat de map nog helemaal niet gescand kan worden door de professor waarschijnlijk.
Zo, ik maak dit even kapot. Zo. Het moeras kan ik me wel herinneren. Voor mij zaten spinnen en zo. Hele aparte monsters. Maar we gaan het zelf zo zien. Oh jee. Waar gaan we nu heen? Helemaal daarheen. Oh, het is een lift. Ik dacht al, gaan we die jump ooit halen? Maar met dit liftje moet dat te doen zijn, hoop ik. Duurt niet zo heel lang meer voordat we er zijn. En? Ja. Daar komt hij. Oh ja, we komen in het moerasgedeelte. Dus dat zie je ook al een beetje. Zo. En is de scanner nu aan? Ja, zoals je ziet is dit dus de hele map. Het lijkt een beetje klein, maar het is natuurlijk nog veel groter. In ieder geval, dit is het moerasgedeelte. We krijgen elke keer een andere map. En we hebben deze eieren al gehaald. Het zijn er 80 eieren. 40 van die grote stenen. Of van die magische donkere steen of zo. En dan 100 van die gekleurde gems. 5% voltooid van het spel. Nou, dat is best wel een grote game. En ik hoor monsters. Ik zie ze niet. Maar ze zijn er wel. Oh shit, wat zijn dat? Oh, ik ben dood. Oh. Kom maar op. Ik mag ook niet in dat spul. Ja. Gaat goed. En daar zit onze grote vriend. Wat wilt hij nou weer van ons? Geld! Hello, Spiral. This is a remote shop, man. You can get things here for the same price you would get in the main shop. Plus shipping, destination charge, convenience fee en teleport taxes. Happy shopping! Vanaf dit punt kunnen wij dus spulletjes kopen. Dan hoef ik niet helemaal terug te lopen. Dus ik koop ook gelijk die mooie secret lockpicks. Hier zie ik nog een paar kistjes staan. Zo. Waar kunnen wij helemaal heen toe gaan? Dit is een deur. Kunnen we ook niet doorheen? Kijk hoor, wat vinden we nog meer? We vinden hier monstertjes. Hallo meneer de monster. Het is een krokodilletje. Waarom wou ik gorilla zeggen? Nee, dat is duidelijk een krokodil. En even kijken, dit kunnen we ook kapot maken. Hoppakee. Zo. Dit verandert het hele pad. Het hele spel verandert. We kunnen hier ook nog wat... Oh, dag meneer. Ik vind het wel heel apart dat die gozer die je dan doodmaakt, die krokodil, Kroki, dat hij zeg maar gaat dansen voordat hij doodgaat. Alsof hij het leuk vindt om dood te gaan, weet je wel? Let maar op, kijk. Is dat echt zo van, ik ben dood. Kantel die. En meneer professor weer, wat wilt hij nou weer? Met zijn groene... Supercharge gadget is a device that will allow you to charge with extra strength and speed. You'll find it useful for smashing through reinforced doors and breaking open strong chests. You'll need 40 light gems to power the gadget. 40 gems heb ik nodig om die... Om dit te poweren en hier dus doorheen te kunnen stormen. Dus dat duurt nog wel even. 40 van die light gems. Wat is dat zo? Zoveel gewoon, hè? Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Ja, het lukt. Wat zit hierin? Gems. Even dat groene ding ontwijken, die arm of zo. Ik weet niet dat Davy Jones ook met zijn kraken hier kwam. Wat is dit? Allemaal monstertjes. Je had die opgesloten hier. Oké, prima. Ja, mij maakt niet uit, maar... Oh! Kunnen we hier een lockpick in doen? Ja hoor, kijk eens. En een drakeneitje. Mooi, die hebben we ook gevonden. Kunnen we hier doorheen? Nee, ook niet. Loopt hier gewoon keihard dood. Misschien kunnen we even kijken of we terug kunnen gaan. Want ik moet nog wel even een lockpick weer opnieuw kopen. Wat moet ik op lockpicks kopen, zeg? Waar was dat ook alweer? Hier zo. Besturing is zo vervelend, dames en heren. Yes, we zijn boven. Wat kunnen we hier doen? Oh, spin. Ik zei toch spinnen? Spinnen komen eraan. Ik kon me nog herinneren. Mijn buidelratjes hier. En Mario. Oké, ik ging dood. Zo mensen, nou ik ga het hierbij afsluiten voor deze keer. Ik hoop dat je een leuke video vond.
En bij 100 likes gaan we gewoon weer nog een deel opnemen. Dus laat zeker weten een leuke comment achter wat je hiervan vond. En of je het verder wil zien hoe Spyro met het avontuur wat verder gaat. En ja, tot de volgende keer. Doei doei!